Sparkle, daar had u tot vanmorgen ook nog nooit van gehoord. En dat is ook helemaal niet erg als u er een keer langs rijdt. Vooral links laten liggen en op de terugweg rechts. Er staan ongeveer 12 huizen, er wonen 24 mensen en één terrorist. Had u tot voor vanochtend al wel eens van de plaats Arkel gehoord? Nou zeker, dat is Zuid-Holland. Dat is naast Gorkum. Ja, ik kom uit Zuid-Holland, dus dat ken ik wel. Ja. Maar altijd vriendelijke mensen daar, geloof ik, hè? Ja, nou ja, ze hebben er net eentje uitgehaald die wat minder vriendelijk was. Ja, de buurvrouw was enthousiast, die zei dat is een vriendelijke man. En hoe kan dat toch? Maar ja, dat zijn meestal de gevaarlijkste. Ja. Maar hoe kan het dat deze mensen hier binnenkomen? Omdat we de boel niet controleren. Er glipte er toch eentje tussendoor. Dat bleek toen ook nog eens een keer de chef van de veiligheid van de IS te zijn. Dat lijkt me nou niet iets wat je over het hoofd kunt zien. Nee, en ik weet ook niet of hij er doorheen is geglipt. Hè. Er komen heel veel mensen hier binnen. Heel veel foute figuren komen binnen. En het is eigenlijk, je kan niet spreken van hij is er doorheen geglipt. Want hij zit er gewoon tussen. Zoals zoveel oorlogsmisdadigers tussen die immigranten zitten. Ja. De screenen ze dan niet goed genoeg? Ze screenen blijkbaar helemaal niet. Maar Arco vraagt nog, kan ik dat ook even aan u vragen? Dat valt niet bij mij, dat gaat over terrorisme. Misschien ook de information. Is hij binnen nu ook? Of, ja, hij zit binnen. Okay. Ja. Want je zegt, met migratie is toch wel uw portefeuille? Ja. Die mensen komen toch ook binnen, via de migratie? Kan, ja. Migranten komen het land binnen, ja. Ja, maar daar zitten dus ook verkeerde mensen tussen. Zeker, en daarom is het ook belangrijk dat als mensen hier binnenkomen, als daar signalen van zijn, dat de inlichtingendiensten daar ook goed naar kijken. En dat er nauw wordt samengewerkt tussen de IND en de inlichtingendiensten. Is dat dan hier niet helemaal lekker gegaan, denk ik? Nou, ik ken deze specifieke zaak. Nou, hij was de veiligheidschef van IS. Dat lijkt me toch niet dat heel makkelijk je ontgaat? Als dat zo zou zijn, dan is het natuurlijk zorgelijk dat iemand zo lang hier blijft en dat die signalen niet eerder zijn waargenomen. En er zal dus ook in dit geval weer moeten worden geëvalueerd. Hoe kan dat? De veiligheidschef van IS, dat is er niet eentje die je zomaar over het hoofd ziet. Hij was een minister van Veiligheid eigenlijk, hè? Van IS. Ja, ik noem het chef, jij noemt het minister. Ja, zo werd hij genoemd. Nee, maar het is niet de eerste. Hè? Dat is volgens mij al de derde die er wel goed uitgepikt wordt, moet ik zeggen. Compliment aan de politie dat je dat voor elkaar krijgt. Maar het is levensgevaarlijk. Dus ons beleid is gewoon te oncontroleerbaar en daarmee onhoudbaar. Want te gevaarlijk. En niet alleen omdat we de instroom gewoon niet kunnen behappen. Deze man was niet alleen binnengekomen. Hij heeft hier ook 4 jaar lang rondgelopen en status gekregen. Dus ze hebben helemaal niet gescreend. Nee, want het lijkt me toch dat wel te achterhalen is als je zo'n hoge functie hebt gehad bij IS. Ja, behalve als er zoveel mensen binnenkomen. En dat is het geval. Dus Nederland wordt overspoeld met immigranten. Asielzoekers, andere immigranten. En de diensten kunnen het gewoon niet aan. Er worden ook heel veel mensen worden er wel uitgevist. Ja. Maar dat gaat natuurlijk vooral om degene die we er niet uitvissen. Want dat is gewoon gevaar. De beste man heeft een aantal jaar in Arkel gezeten. Inderdaad, een plek waar je goed kunt onderduiken. Gebeurt voor de rest ook niks. Maar u zegt wel, ja, we moeten het evalueren en dergelijke. Maar dit speelt al een tijdje. Het is gewoon een bewijs dat er gewoon terroristen het land in komen via onze eigen open kanaal. Mm-hmm. Er komen allerlei mensen hier naartoe. Ja. Misdadigers, misschien mensen die ook kwade bedoelingen hebben. Daarom moet je dat ook goed controleren, hè, als mensen hier komen. Dat gebeurt dus niet, hè? Nou ja, dat gebeurt in heel veel gevallen wel. Er worden ook heel veel gevallen uitgevist. Maar het is niet 100%, dat blijkt maar weer. Dus des te meer redenen om daar steeds weer opnieuw kritisch naar te blijven kijken. Gaat u vragen stellen dan of zo? Omtrent dit geval? Want dit is niet een kleine vis, hè? Nee, als er meer duidelijk is over deze zaak. Dat is een eerste bericht van het OM met een verdenking. Op het moment dat daar wat meer duidelijkheid over is, dan zal de VVD, maar ook breed in de Kamer, zullen daar natuurlijk vragen over worden gesteld. De oplossing van de PVV is natuurlijk grenzen dicht. Ja, je moet. Oké. Nee, ja, je moet stoppen met die ongebreidelde instroom van asielzoekers. En je moet alleen maar immigranten binnenlaten die hier iets toevoegen. En geen oorlogsmisdadigers die vanuit hier misschien wel hun misdaden door blijven plannen. Ik zeg een asielstop, absoluut. Tijdelijke asielstop om dit controleerbaar te maken. Geen Stijl, juist nu. Word lid van Geen Stijl Premium via premium.geenstijl.nl. Dankjewel.